De Westkil moet opnieuw geasfalteerd worden. Daarom is een deel van de weg vanaf donderdagochtend 17 oktober afgesloten voor al het verkeer. Komt u uit westelijke richting? Volg dan vanaf de Burgemeester Keizerweg omleidingsroute N. Uit noordelijke richting, volg dan vanaf de rotonde Westkil-Zuidkil route K. U uit oostelijke richting vanaf de ouverture, dan volgt u ook route K. Komt u uit oostelijke richting vanaf Sliedrecht Baanhoek, volg dan route N. Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdagmiddag 18 oktober klaar. Kijk op www.papendrecht.nl/werkzaamheden voor meer informatie.